Die huizen achter het station aan de Parallelweg, die staan al een hele tijd staan ze leeg. En dat is natuurlijk heel jammer, ze verloederen steeds meer. Heel veel mensen ergeren zich daaraan. En ja, de gemeente is daar heel lang mee bezig geweest om ze allemaal op te kopen. Wij waren er eigenlijk geen voorstander van. Maar ja, nu dat eenmaal gebeurd is, staan ze leeg. De gemeente weet eigenlijk niet wat ze ermee moeten doen. En daarom zegt de gemeente van, nou, dan gaan we ze nu maar slopen. Nou, dat vinden wij heel erg jammer. Als ChristenUnie-fractie, maar ook bijvoorbeeld D66 en GroenLinks, die vinden dat ook heel jammer. En ik denk dat er nog wel meer partijen zijn en mensen in Almelo die dat heel jammer vinden. Want het zijn wel hele bijzondere huisjes. Het zijn huizen met een heel speciale gevel, klokgeveltje erop. En ja, we vinden ook, er is al zoveel verloren gegaan in Almelo. Dus het zou heel mooi zijn als we deze wel kunnen behouden. Nou, dus hebben we gekeken naar een manier, hoe kunnen we dat nou doen? Dat kan dus niet door er heel veel geld in te gaan pompen, want dat geld is er niet. Iedereen weet, de gemeente die is bijna failliet. Dus we hebben gekeken naar een manier van hoe kunnen we dat dan wel doen. Nou, dan zien we dat in andere steden, dat ze dat hebben geprobeerd met een idee en dat heet dan klushuis. Nou, dat betekent dat gewoon mensen, particulieren, die kopen zo'n huis. Soms worden er twee samengevoegd, dat zou hier ook heel goed kunnen. En die worden dan voor heel weinig geld worden ze verkocht. He, op die manier dan, de gemeente verdient er niet veel aan, maar het kost de gemeente ook niks eigenlijk. De mensen die het dan kopen, die hebben voor heel weinig geld hebben ze een leuk huis. Met best wel veel ruimte als je de twee samentrekt. Hele mooie plek natuurlijk, vlakbij het station. Nou, en we hopen dat mensen daar enthousiast van worden. En dat misschien ook mensen uit andere steden daar naartoe komen. En dat ze denken van, oh, dat is een mooie kans, dat willen wij wel opknappen. Nou, en dat op die manier dat hele rijtje weer opgeknapt wordt. Door de energie van de particulieren die daar zelf in stoppen. En denkt u ook dat u de gemeente daarin meekrijgt? Dat plan gerealiseerd kan worden? Ja, dat hopen we wel natuurlijk. Wij denken dat het een goed plan is. Als we kijken naar andere gemeentes waar dat gewerkt heeft. Bijvoorbeeld steden zoals Rotterdam, Gouda. Grote steden, kleine steden. Zijn vaak oude huizen. Best wel kansloze huizen in achterstandsbuurten. Die worden op deze manier worden ze weggegeven. Of voor een laag bedrag verkocht. En je ziet gewoon, de ervaringen die leren gewoon van, die buurten die knappen daar enorm van op. Het is begonnen zo rond 2005. Zijn ze in Rotterdam begonnen met een bepaald blok. Daar wisten ze ook geen raad mee. Het was oud, het was verloederd. Niemand wou daar eigenlijk, geen enkele projectontwikkelaar wou daar geld in stoppen. Ze hebben gezegd, nou weet je wat, we gaan ze gewoon gratis weggeven. En nu is dat een superleuk buurtje waar mensen helemaal naar eigen inzicht hun eigen huis hebben kunnen inrichten, kunnen opknappen. Sommige mensen hebben zelfs een palmboom door hun dak lopen. Dus dat soort creatieve dingen, dat zien we hier ook wel zitten.